Volgende wedstrijd. NEC tegen De Graafschap om het officieuze kampioenschap van Gelderland. Waarbij Vitesse dus even niet meedoet. NEC staat 12e, De Graafschap 14e. En allebei hebben ze 33 punten. NEC-coach Wil-Jan Vloet mist vanavond zijn topscorer Björn Vlemings. Want de Belg heeft een liesblessure. De Graafschap is gewoon goed bezig. Volgend jaar opnieuw voetballen in de Eredivisie. Die doelstelling lijkt nu al bereikt. Ricky ten Voorde is de vervanger bij NEC vanavond van Björn Vlemings. Deze spits is pas 19 jaar. Hij is opgeleid door Emmen. En hij speelt tussen Thomas Châtel en Leroy George in. Dit is Hugo Bargas van De Graafschap. Hij vertrekt aan het einde van dit seizoen bij de club. Vanavond heeft de Argentijn toch een basisplaats. Hij staat op de plaats van de geschorste Steve de Ridder. Het commentaar bij de samenvatting is van Arno Vermeulen. Kunnen de superboeren ten koste van NEC op de ranglijst stijgen, dan moeten ze hier winnen. Broekhoff, Breinburg, kleine middenvelder die is gehandhaafd in dit team. En de eerste hoekschop is meteen voor De Graafschap. Zit er nog in de eerste minuut. Kujala, Sillessen, Breinburg. Twee keer koppen van Nuitink, maar dan wel NEC ten Voorde. Er is hulp. Châtel, Davids. En via Amieux is het alweer een hoekschop. Corner van Schöne, duwen en trekken. Maar weggehaald door Waterman. Ten Voorde, aardig gedaan. En dan is het raak. 1-0, Leroy George. Iedereen bij De Graafschap volledig uit positie. En de rechterspits is goed naar het centrum gekomen en kopt die bal in. Helemaal vrij, dat wel. Zo spelen we nog geen 2 minuten in Nijmegen. En staat het thuisteam al op 1-0. Nou, de kop is eraf. Ten Voorde kant verder, glijpartij achterin. Ten Voorde en dan, nee! Centimeters, Rick ten Voorde met zijn eerste kans. Het begint natuurlijk bij dat slippertje van Broekhoff die wegglijdt. Maar Rick ten Voorde, de vervanger van Vlemings, laat deze kans liggen. Breinburg, Vargas. Schiet uit alle hoeken en standen. Ook als het niet kan. Bargas zal nu eens voor moeten geven. Bargas doet hij ook. En dan is het van dichtbij Rozen. Maar het is wel van dichtbij. Maar blijkbaar nog te ver. Want de bal gaat er niet in. Eindelijk weer eens een opleving na 32 minuten gespeeld. Want de afgelopen 20 minuten ging er maar heel weinig goed bij beide teams. George, goed gedaan. En dan de overtreding. En dat zou geel kunnen zijn. Voor Kujala. Terecht de gele kaart, omdat George prima naar binnen kwam. En hij uitgespeeld was. George, nou. Die valt er bijna zo in. Schöne niet, NEC zwak uitverdedigd, Meijer, maar die is helemaal uit balans en dan kun je niet schieten. Nee, die goal was aardig, het begin niet onaardig. Nu is het eigenlijk dood en dood zijn. George, 10 minuten in de tweede helft en dan deze bal over het doel heen. Niet een paar meter, maar wel 10 meter van Sibum. Het is een tweede helft waarin het voetbal aan beide kanten onder Nederlands niveau is. De Graafschap probeert wel aan te vallen. NEC is in de tweede helft eigenlijk helemaal de kluts kwijt. Schöne op techniek gedaan. Davids en mogelijkheid voor NEC in de counter. George. De bal is niet echt op maat. Maar hij heeft hem wel met zijn snelheid. George. Prima gedaan. George. Jammer. Ja,
als voetballiefhebber mag je dat zeggen. Jammer. Geniaal moment van Leroy George op de achterlijn. Naar die hele lange spurt. Kijk, je mag in het voetbalmuseum. Dan naar binnen. Het enige wat ontbreekt is de beloning. Maar hier zijn we ontzettend blij mee. Dit maakt pakweg 17 minuten vrij worstelen weer goed. Geen buitenspel. Maar te makkelijk deze bal in de handen van Waterman. Schot van Amieu. Bargas en Zomer. Is dat een schouderduw? Ja, wel zo uitgelegd. En het schot is prima. Bargas. Hij onderscheidt zich van de middelmaat vanavond in Nijmegen. Wormgoor net in het elftal gekomen. Voor Broekhoff, de ene centrale verdediger voor de andere. George, Wil, nog een keer Wil, Schöne. Een paar keer de bal verspeeld. Schöne nu geeft hij mee aan Sieben. Sieben naar Gosens. Dat is goed. Gosens schiet zelf Waterman. Eén van de spaarzame momenten dat NEC gevaarlijk is in de tweede helft. Op één hand te tellen. Misschien wel op één vinger. Poging van afstand van Kaak. Wil. Poupon. En nog een keer. En weggehaald. Goeie redding van Sillissen in de slotfase. Had zomaar 1-1 kunnen zijn. Frenkel. Kaak of Siebem. Poupon. Kaak moet hem aan de rechterkant geven. Daar is ruimte bij Meijer. Meijer in één keer voor de goal natuurlijk. En oh, Sillissen. Op een schot van Bargas is het Sillissen laat zien dat hij misschien wel de meest talentvolle doelman in Nederland is. Jasper Sillissen, de 21-jarige goalkeeper van NEC. Met een geweldige reflex tikt hij die bal eruit. Anders staat er gewoon 1-1 in plaats van 1-0. Ik moet zeggen dat het wel een fantastische redding was van hun keeper. Die houdt ze daar op de overwinning. Maar ja, we moeten ook gewoon zelf meer kansen creëren. We spelen op zich heel goed. Maar we creëren gewoon te weinig kansen vandaag. We hebben een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Die hebben gelijk gespeeld. Hè. Dan kom je in de ranglijst niet verder. Dan gaan mensen toch iets anders kijken. We trainen de hele week. Hebben goed getraind. Als je dat ziet, was het een goed niveau. Nou, daarvan heb ik vandaag niks teruggezien. En dat vind ik gewoon jammer. Dan is het leuk dat je punten hebt. Maar je beloont jezelf alleen maar met de punten. Niet met het goede spel. En dat moet eigenlijk wat anders zijn bij ons. Je keeper, 2 minuten voor tijd. Sillissen, met een geweldige reflex, tikt hij de bal eruit. Ja, dat heeft hij volgens mij dit jaar al een paar keer gedaan. Dat is echt fantastisch. Het is een moment dat hij staat. Het is een fantastische redding. Kijk, ik vond hem vandaag goed tot redelijk keeper. Maar op dat moment, ja, dan onderscheidt hij toch zijn extreme klasse. Want dat is een wereldredding. Een beetje hetzelfde als uit bij Heerenveen. Pakt hij ook zo'n bal op dat moment. Ja, dan zie je dat deze jongen in potentie gewoon heel veel heeft.